Nous sommes le samedi 19 décembre 2015. Une journée cruciale pour le passage à niveau de Zult sur la ligne Courtrai-Gand. Wij gaan hier één van de overwegen in Zulte afschaffen, de overweg in de Waalstraat. Dus we gaan die overweg sluiten en nu is er al geen overweg meer te zien. We gaan daaronder de sporen een tunnel maken. En waarom doen we dat? Dat is eerst en vooral omwille van de veiligheid. Veiligheid is onze absolute prioriteit. En hierdoor zal er geen kruising meer zijn tussen het doorgaand treinverkeer, dat niet zo gemakkelijk kan stoppen, en de auto's, fietsers of voetgangers. Les pertuis ont été construits ces derniers mois derrière une grande paroi métallique pour ne pas gêner le trafic ferroviaire. Ce week-end, il devra néanmoins cesser le temps de glisser les pertuis sous les voies grâce à un nouveau système ingénieux. Er is een speciaal glijsysteem geïnstalleerd. We hebben de tunnel 50 cm opgetild met behulp van hydraulische vijzels. En dan gaan we op dat glijsysteem gaan we hem intrekken, inschuiven onder de sporen. La paroi métallique retirée. Le vrai travail peut commencer. Kijk, de voorbereidende werken zijn nu bezig voor het inschuiven van de galerijen. Dus, en als alles opgesteld is, gaan we starten met het intrekken van de galerijen. Het is de eerste keer dat Infrabel dat systeem gebruikt. En alles wordt GPS gestuurd. Dus in principe zal er niets fout gaan. Ces pertuis ne constituent pas encore le tunnel définitif. Mais ils permettent de construire le tunnel moderne pendant que les trains continuent à rouler en surface. De galerijen gaan dienst doen om alle latere werken uit te voeren voor de onderbouw van het kunstwerk. Dus nadat het inschuiven van de galerijen is gebeurd, gaat de opbouw terug gebeuren van de bedding, waarna de sporen worden aangelegd en het spoor terug in dienst wordt gegeven. Tegen eind volgend jaar, begin 2017, zou de tunnel hier klaar zijn. En in die hele periode hebben we maar één keer nog een weekend nodig waarin het treinverkeer zal stilgelegd worden. Le remplacement du passage à niveau par un tunnel se fait en étroite collaboration avec la commune de Zult. La commune s'engage même à financer deux ponts pour les cyclistes qui optimaliseront encore davantage le trafic. Dus wij hebben ervoor gezorgd dat de fietsers op een heel veilige manier, zonder het kruisen van wagens en van het verkeer, toch van de ene kant naar de andere kant de tunnel kunnen overgaan. Dus dat is eigenlijk het doel van die fietsbruggen. Zonder die fietsbruggen moet er op een of andere manier ergens een kruising gebeuren. En dat zou voor ons toch, voor de fietser, levensgevaarlijk zijn. Dus die fietsbruggen zijn echt wel van tel. Une réussite parfaitement en phase avec la politique d'Infrabel visant à supprimer un maximum de passages à niveau. Eigenlijk proberen wij jaarlijks daarin te investeren. We proberen er een tiental af te sluiten per jaar. We vervangen die natuurlijk waar mogelijk. We zoeken eigenlijk samen met de lokale besturen naar een ideale oplossing. En daarnaast investeren wij ook in grote sensibiliseringscampagnes jaarlijks rond veiligheid aan overwegen.